heel bijzondere Vlaardinger. Ik vind het wel een mannetje die wel ondeugend is. Volgens mij is hij een soort adviseur van heel veel mensen in Vlaardingen. Hij is wel een beetje oud, maar ja. Hij is het geweten van het gemeentebestuur. Hij is heel direct. Mijn opa van Vlaardingen. Hij begon al toen hij 5 jaar was om de dingen onder zijn bed te stoppen. En ik denk wel de grootste verzamelaar van Nederland. Ja, voor de rest praat hij wel gewoon normaal. Ik ben Jan Andersson, 83 jaar, geboren op 27 juni in Den Haag. En al ruim 45 jaar run ik het Streekmuseum. Ik voel dat ik wat dat te gaan niet meer de kracht heb tot mijn 90ste jaar door te gaan. Dus ik heb besloten, als ik in 2022 85 jaar word, dat ik dan of het museum moet overdragen aan een ander, of dat we de boel sluiten. Ga je over 1,5 jaar stoppen? Nee! Okay, dat zal wel een fake nieuws zijn, dat kan gewoon niet waar zijn. Jan gaat stoppen, ja. Ja, zegt hij inderdaad, ja. Ik denk dat het ook voor hemzelf nog maar heel moeilijk te bevatten is. Jij bent een man die altijd doorgaat, altijd bevlogen. Nou, Jan is sowieso altijd overal aanwezig bij de dingen die er toe doen in de stad. Hij toont wat dat betreft voor mijn privéleven altijd veel belangstelling. Ja, dat is één van de kenmerken van Jan. Jij hebt mij geïnspireerd. Je hebt heel veel mensen geïnspireerd. Ik dacht toen ik binnenkwam zo van, wow. Al die spullen die maakten gewoon wel indruk op je, zeg maar. En dat is het leuke van Jan, is dat hij bij elk object, alles wat hij heeft, daar weet hij ook echt gewoon heel veel over te vertellen. Dat maakt het zo bijzonder. En hij staat ervoor open om elke dag te leren. En dat vind ik het mooie van deze meneer. Wat ik bewonder aan Jan is geheugen. Dat is fabelhaft. Je hoeft maar iets te vragen. En of hij doet het vanuit zijn eigen, of hij zegt, nou, ik weet in welk vakje, of ik weet in welke kast ik iets heb liggen. Maakt me ernstig zorgen, want ja, eigenlijk moeten we Jan op een of andere manier conserveren. Want ja, die is natuurlijk eigenlijk de grootste bron van kennis over alles wat hij in zijn collectie heeft. Nee, dus Jan moet eigenlijk 140 worden eigenlijk. Komen we nu een beetje tot de conclusie. Nou, lieve Jan. Ik wil jou bedanken voor de wijze waarop wij haast wekelijks met elkaar kunnen overleggen. Over Benzo, over Vlaardingen, over haringschaaltjes en alles wat ons bezighoudt. Je hebt het supergoed gedaan met al die rondleidingen, ook al was je al heel oud. We hebben altijd voor jou kennis en enthousiasme kunnen genieten. En volgens mij mag je daar apentrots op zijn. Dankjewel. Dus ik wens hem eigenlijk nog, voor zover het gezond allemaal mag gaan, nog een lang leven toe. Ik wil nog heel lang van hem genieten. Doei, doeg. Dag Jan. Jan, succes. Het beste, het allerbeste. Dag Jan. Dag vriend. Doei. Jan, nogmaals, bedankt.